ben Hendrik Lazure. Ik ben Casper van der Velde. Wij zijn de Schnitzel. En dit is een van onze repetitiecoten, zeg maar. Ik zie nu niet echt een vast lokaal of plek of ruimte hebben. En dus grijpen we elke kans. Sinds een jaar ongeveer woon ik hier boven. Een grote reden waarom ik hier ben komen wonen is omdat er een ruimte is met een vleugelpiano. Aangezien ik pianist ben, komt dat heel goed uit. En een drumstel. Dus qua praktische zaken is het wel een heel degelijk repetitiekot. En wil ik hier niet direct weg. Dus we hebben de voorbije jaren al een paar residenties kunnen doen in verschillende plekken, zoals Vrijstaat O en van de zomer in de Brakke Grond. En in de Werf. In de Werf ook, ja. En daar hebben we meestal kunnen werken aan gewoon samenspelen en nieuw materiaal maken of weggooien. En daar gebeurt eigenlijk het meeste. En dan hebben we gewoon in juni in de studio in Gent bij Koen Giezen gezeten en daar hebben we eigenlijk een soort gewoon gespeeld en gewoon een soort collage gemaakt van wat dat we de voorbije jaren zo hebben gedaan. Eigenlijk repeteren wij niet vaak repertoire of zo, ja. niet vaak echt de stukken die we hebben. Ja. Maar vaak als we dan spelen is het gewoon, doen we improvisatieoefeningen of zo. Dat we gewoon proberen een song te improviseren ter plekke, meerdere songs na elkaar. En om zo gewoon tot een betere manier van samenspelen te komen in plaats van gewoon effectief onze stukken in te studeren. Dus onze plaat, die getiteld Schnitzel. Van Schnitzel. Die hebben we dus in juni opgenomen en die is dan in november uitgekomen. Op het Werf-label. En die is eigenlijk redelijk goed onthaald geweest. Tot onze grote vreugde. Vreugde, ja. Tot onze grote vreugde. En voor mij, ook om die plaat te hebben en om die muziek op cd te hebben, dat heeft wel wat klaarte gebracht in mijn hoofd van wat, of waar dat we naartoe zouden kunnen gaan voor de toekomst of zo. Ik denk dat de plaat heeft er gewoon voor gezorgd dat we onszelf een beetje moesten een richting geven of zo. Ja. In plaats van gewoon veel te spelen en van alles te doen, moesten we eigenlijk gewoon kiezen van we willen zo klinken of zo. Ja. En ook al klinkt het nu zo, heb ik wel de indruk dat we nog wel kunnen doen. Sinds nu. Dat de cd uit is, hebben we een release tour gedaan van 25 concerten of zo. En dan is de muziek weer heel erg geëvolueerd. Op de cd zijn het eerder echt songs, heel compacte dingen. En live wordt het dan meer echt al improviserend die songs spelen, maar heel open en heel uitgesponnen. Ja. Vanochtend ook al een repetitie gehad in Brugge. En we zijn gewoon aan het proberen om wat meer de eigenlijk gewoon elektronica te blenden met wat dat we akoestisch al deden. Ja. Er zat altijd al een beetje elektronica in, maar ik heb het gevoel dat we dat beter moeten laten klinken als een geheel. En daar zijn we mee bezig. Met gewoon een soort totaal geluid. Maffe mix, ja, dat wou ik ook zeggen. Een maffe mix van elektronica en akoestiek.